Roeier Nicky van Sprang voelt zich als een vis in het water bij de Holland 8. De Almeerder pakte dit seizoen met Lennart van Lier op zilver bij een wereldbekerwedstrijd in de 2 zonder. Die prestatie bracht de bondscoach op het idee om het duo een plek te geven in het paradepaadje van de roeibond. Volgens mij zie je de glimlach op mijn gezicht. Dat is toch wel bijzonder. En leuke groep. Jongens, hard werken, snelle boot. Het is toch wel heel wat anders dan ik de afgelopen jaar gedaan heb. De Holland 8 heeft misschien wel de meeste uitstraling van de Nederlandse roeivloot. Flevoland! Maar prestaties uit het verleden bieden volgens Van Sprang geen garanties voor het heden. Nou ja, de Holland 8, die term is begonnen in 1996. Dat was een van de beste achten aller tijden. En ik denk dat je daar voorzichtig moet zijn met jezelf op dat niveau tillen. Ik denk dat we moeten laten zien op het water en de daden moeten spreken, niet de woorden. Van Sprang deed vorig jaar in de 2 zonder nog mee aan de Olympische Spelen in Japan. Samen met Guillaume van Krommenhoek werd daar de B-finale gewonnen. Aan het begin van dit seizoen werd Van Sprang samen met Lennart van Lierop in de 2 zonder gezet. Het duo presteerde met een zilveren medaille bij een wereldbekerwedstrijd verrassend goed. En dus is het tweetal overgeheveld naar de Holland 8. Ja, kijk, het is een na-Olympisch jaar. Dus het is altijd een beetje puzzelen van welke ploegen kunnen we maken, wat gaat er hard. En na de tweede wereldbeker wist eigenlijk iedereen dat er wat verschuivingen zouden plaatsvinden. Want we hadden we hadden boten dubbel bezet en dat ging niet. En toen hadden we een weekje vrij. Toen kwamen we terug en toen zei de bondscoach tegen mij en Lennart, jullie hebben het goed gedaan en 2 zonder. We hadden een zilver gewonnen op die wereldbeker. En we wilden het eigenlijk gaan proberen in een 8. Lijkt jullie dat wat? En dat leek ons wel wat, ja. Ondertussen heeft Van Sprang met zijn nieuwe ploeg er al een wedstrijd op zitten. Bij het EK vorige maand in München wist de Holland 8 de zilveren medaille te winnen. De ploeg gaat zich nu meten met de absolute wereldtop tijdens het WK in Tsjechië. Dat deze week begint. Het EK heeft hoop geboden. We winnen zilver, maar met een redelijk bijzondere race. Met een mishaal uit de start lagen meteen, ik denk anderhalve lengte achter, hebben we ons bijzonder terug weten te knokken. Er komen nog wat landen bij. De Amerikanen, de Canadezen, de Australiërs. Daar hebben we nog niet tegen varen. Dus het is moeilijk in te schatten. Maar ik heb wel goede hoop. Jullie hebben wel het idee als groep dat jullie meedoen voor het podium? Ja. Dat moet wel de insteek zijn. En de Britten zijn dit jaar oppermachtig geweest. Als je naar het EK kijkt, hebben we de halen die we geroeid hebben harder geroeid dan zij. Alleen hebben we even stilgelegen. Dus dat biedt wel hoop. En dat kun je natuurlijk, zo werkt het niet. Je kan dat niet gewoon uitrekenen, want zij lagen voor het veld. Maar het idee is toch wel dat we ze wat parolie kunnen bieden.